Hallo YouTube, ik zal vandaag tonen hoe je een dikke PSP, al je PSP vet, ombouwt. Oké, ik heb de donut link in de van onder in de box gestoken. Dus dan heb je twee bestanden hier. Normaal moet je dat met een WinRAR zip doen. Ik heb dat al. Dus hier, PSP grader en e-boot. Oké, eerst klik op PSP grader. Dan moet dat hier komen. Het is er geen virus op. Dan kun je hier kiezen als je hem aanzet met de Pandora batterij. Kun je kiezen welke knop dat je doet. Ik kies nu driehoekje. USB-kaart, dan moet je normaal load officieel e-boot. Dan moet je gewoon, als je dat gedaan hebt, want hier is die al gedaan, dan moet je die hier aanklikken. Okay? Dan format memory stick en dan gewoon create Pandora stick. Even wachten. Oeps. Wachten. Gewoon laten. Oké, een beetje wachten. Nu is die bezig. Allee, sneller. Hoe je een Pandora batterij maakt, moet je maar gewoon bij andere video's kijken. Ik ga dat niet doen. Allee, ik ga het ook niet doen. Allee. Mijn meest gelukkige PSP is gehackt. Ik heb nu 5,50 MD3 met mijn PSP. Normaal moet baby ook lukken dan. Sorry. Facebook. Niet zo'n lachje spelletjes dat ik heb. Is die klaar? Ja. Gewoon close op dat ik doen. Dan moet je dat wegdoen. En dan is hij klaar. Kijk, als je hier gaat, computer, magic memory stick. Dan heb je al deze bestanden. Geen enkele van die verwijderen. Oké. Oké, als je dat gedaan hebt, moet je naar je PSP.